Oei, en dit is boy QC. En zoals jullie weten heeft Steffi een tijdje terug haar rijbewijs gehaald. En vandaag ga ik Steffi verrassen met haar allereerste auto. En dat ook nog eens voor haar verjaardag. Maar natuurlijk is het een verrassing, dus heb ik een ultieme plan bedacht om haar te verrassen. En dat mag ze natuurlijk nog niet weten. Nou, doei lieverd. Doei, mam. Missie is begonnen. Vee, ja. Ik vind het gewoon spannend. Dat snap ik. Ja. Zelfs ik vind het spannend. Ook. We gaan, man. Ja, man. Oh, kom eens steeds dichterbij, man. Hé, hey, Vee, ik hoop wel echt dat ze de auto mooi gaat vinden, man. Ja, maar dat gaat sowieso gebeuren. Ja, moet wel, bro. Bro. Het is wel een bakkie. Het is wel een bak, bro. Het is wel een bak, wie een bak. Ook nog haar favoriete kleur. Ook nog, man. Dus. Ze zeggen trouwens dat wit geen kleur is, hè? Maakt mij niet uit. Mij ook. Ik vind wit en zwart zijn gewoon kleuren. Mijn bank is in ieder geval rood. Was echt zoeken, man, naar de perfecte wagen voor haar, weet je dan. We hebben natuurlijk wel wat meerdere auto's bezichtigd de afgelopen tijd. Eigenlijk wouden we natuurlijk een auto klaar hebben op haar verjaardag. Dat mocht niet baten, maar ineens vind je hem. En ik was gelijk verkocht toen ik er was. Ja, bro, soms moet het zo zijn, weet je. Soms moet het zo zijn, dus zo. Soms moet het Tia zijn, maar tering. En soms moet het zo zijn, ja. En dit was zo'n moment. Die auto verkopen hoefde niet eens meer te verkopen. Nee. Snap je? Had gewoon meer kunnen vragen, ik had ja gezegd. Ik dacht van ja, maar dit is het, man. Uiteindelijk hebben we dit allemaal samen gedaan. En alles wat we ook binnenhalen is van ons samen, snap je? En, maar vind ik haar wel leuk om met zo'n auto te verrassen. Want ze zou nooit dezelfde met zo'n auto verrassen, snap je? Nee. Maar dat is wel iets waar weet toch, ik kan wel gaan zeggen van ja, ik heb een auto voor je gekocht. Nee, maar ik heb je verrast met een auto. Maar het, is, het komt vanuit iets wat van ons samen is, wat we samen hebben opgebouwd, snap je? Nou, mooi dat je het zo zegt, bro. Ja, maar zo zie ik dat ook. Eén team, één taak. Ja, dat is wel echt een standaard uitspraak geworden. Dankjewel voor het verpesten. Nee, man. Wat ben je die auto cancelen? Ga je nou niet zo gebruiken. Oh, we in it. We in it. Toen was het, take all my money. Dikke auto's tussen, hè? Ja, man. Zou je nog steeds op de plek staan waar we hem gisteren hebben bezichtigd? Of ik zie hem staan. Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win, 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 win. I'm on 10, 10, 10, 10, 10. Hello, I'm Himothy. I got the recipe. I got the flow. I got the remedy. I know they know. I know they envy me. Feet on the flow. What they gonna say now? We came along. Wat een heerlijk bakkie. Wat een bak, hè? Een echte bak. En jongens, het mooiste van alles is nog. De sleutels zijn al binnen, man. Binnen. Vannacht gelijk alles rondgemaakt. Dit en dat, de betaling. Vond ik ook wel spannend, zeg maar. Snap ik. Ja, man. Weet je wat ik het heb gedaan? Betaling op wc. Wc. Ja. Ik moest al van de spanning poepen, zeg maar. Toen dacht ik van ja, laten we het gelijk hier doen. Ja. Ik met al die formuliertjes, bankgegevens en zo op de wc. Maar goed, laten we even een kijkje nemen naar de wagen, jongens. 20 inch velgen. En dit is ook die, die sport look, hoe heet dat? Die dynamic volgens mij. Ja. Ook mooi die details, man. Kijk hier. Vind ik echt heel mooi, heb je mooi gedaan, man. Ja. Ook dit hier, hieronder die bumper ook zo. En misschien net zo mooi, de binnenkant. Kijk eens. Dit gaat ze toch prachtig vinden? Of niet? Ja, zeker. Oh, hij zit ook lekker hoor. Zo. Ja, man. Dit is gewoon straks haar autootje, man. Kijk hier. Lekker twee scherpies. Lekker, hè? Ja, vooral ik zit comfy hoor. Ja, comfy. Ja, man. Bro, dat is echt gek, man. We hebben het gewoon gedaan, man. Het is weer een mijlpaal, bro. Zeker een mijlpaal, man. Bro, ik denk oprecht dat ik hier nog een beter gevoel bij heb als toen ik die BMW haalde, man. Ja. Ik kan het wel begrijpen, man. Ja, man. Ja, man. Lekker bro, ik zei het. Ja, het is dat je mijn broertje bent, maar je bent een goede groot, weet je. En hoe je iedereen verzorgt, weet je, dat ik zie, dat maakt je heel blij, weet je. Ja, nee, ja. Maar dat is zeker zo, man. En ik vind gewoon, het is gewoon keihard, man. Gewoon de eigen wakkie, man. En ik zeg je eerlijk, bro. Is wel een flex als eerste bak dit, hè? Zo, man. Ja, perfect dit, man. Ik zeg je eerlijk, ik moet niet te lang hier blijven, man. Dit is toch geen normale bak. Oh. Hij past wel bij me. Zeker, man. Zo, bro. Ik moet hier niet te lang blijven, man. Dus gaan we ineens weg met twee. Maar het is een bak, toch? We gaan even een testritje doen.
even een testritje maken, man. Zullen we gewoon een testrit maken? Dat we hem al gehaald hebben. Ja. Dat is ook iets nieuws. Dat is ook gewoon omgekeerde wereld, man. Oh, dit? Dat geluid is ook lekker, man. Ja, wel lekker geluid, ja. Met de vak. Hij rijdt wel lekker. Hij zit ook lekker, man. Ja, man. Lekker, hoor. Ja, man. Hij trapt ook lekker. Och, man. Ik zie Steffi al helemaal zitten hierin. Dat is echt een perfecte bakvaart. Zeg maar ook gewoon qua grootte en zo, zeg maar. Ja. En ook lekker ruimte voor de kids achterin. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar deze auto geeft me rust. Ja, bro. Ik weet dat de details. Ik hou daarvan, man. Het zal wel iets autistisch voor mij zijn, weet je. Ja. Weet je wat ik ook wel mooi vind? Dat neusje zo, weet je. Ja. Ja. Weet je wat ik ook wel vind? Ik vind het wel een cute auto. Dat heet iets cutes. Ja. Het is wel een lieve auto. Een lieve auto. Alleen niet zo lief voor de portemonnee. Dat is niet zo lief, nee. Dat is niet lief. Yes, en zo zijn we weer in de prachtige, ik moet wel zeggen, rommelige Game Room. Maar goed, dat doet er niet aan toe. Wat er wel aan toe doet, is dat het officieel is. De auto is afgetikt, de verzekeringspapieren zijn rond en hij is nu gewoon officieel. En het enige wat er nu dus nog moet gebeuren, is de surprise. En ik heb daar dus een heel plan voor, want het is natuurlijk een verjaardagscadeau. Maar morgen ga ik gewoon lekker met Steffi de stad in. Gaan we even op stap voor haar verjaardag. Even leuk samen winkelen en een cadeautje zoeken. Maar dan komen we terug en dan is er een surprise party. Want ik heb allemaal mensen uitgenodigd. Ik heb een hele surprise party georganiseerd. Dit wordt haar eerste surprise party. Dus dan is dat de verrassing. Maar op de verrassing komt natuurlijk nog een verrassing. En jullie weten natuurlijk nu op dit moment wat dat gaat zijn. En oh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben best gespannen. Ik vind het spannend. En naast alle spanning ben ik ook gewoon heel erg benieuwd wat haar reactie gaat zijn. Wat ze ervan gaat vinden. Maar het kan niet anders zijn dan dat ze het mooi gaat vinden. Maar toch ben ik heel erg benieuwd van wat gaat de reactie zijn. Als ze misschien dan denkt van, hè, komt er een gekke verrassing. Dan gaat ze denken dat het een surprise party is. En dat is natuurlijk ook een verrassing, maar dat is niet de verrassing. Dus ja, ik zou zeggen, op naar morgen. Want de volgende scène beginnen met een prachtig kusje. Lekker, man. We zijn er. Vloggie. Yay. Ja, ik dacht bij mezelf, we gaan vandaag gewoon even plekken gewoon een vloggie eruit. Oké. Ja. Okay. Ja. Leuk. Leuk. Ja, leuk. We gaan lekker shoppen. Shoppen. Even kijken naar een leuk cadeautje nog voor je verjaardag. Nou, leuk. Ja. Let's go. Let's go with the flow. Waarom doe je dat zo gek? Waarom krijg ik geen kussie? Oh. Heb je al iets in gedachten? Met cadeautjes natuurlijk moet je normaal gewoon verrassen eigenlijk. Ja, maar nu mag ik zelf uitkiezen. Ja, oh. Ja, ik weet ook niet meer wat ik moest halen. Oké. Okay. Een beetje te laat, dus ik hoop dat dat goed is. Ja hoor. Ah! Het zal eens niet. Echt hoor. Het zal eens niet. We gaan even de city in. Girls, they wanna have fun. Girl, they wanna have... That's another... Period. Hey, period girl, slay. Slay. Oh. Baby, I can believe it. I can meet her. 다녀왔어. 하루 종일 all day. 어쩌다인지도 모르게 쓰러졌어. 그렇게 만들어. You. 끝없이 해마다 다시 chasing. De rekening is wel aan het hoesten. Nou. Ja, hij is gewoon aan het kuchen, joh. Gewoon een droge keel gekregen. Ja, ik ook. Maar ik zeg wel heel eerlijk, je merkt wel echt het verschil. Verschil, hè? Ja, ja. Slee. You make me better than I ever been. Ja, daar ben ik gelijk weer klaar mee. Ik ook. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. We gaan ook weer door. Die is wel echt keihard. Ja, hij is ook, ja. Oh. Maar het is wel duur. Maar ik zeg eerlijk, ik vind hem echt gruwelijk, man. Ja, hij is wel heel mooi. Ik vind het wel een hele dure prijs, hoor. Ik ga zelf ook nog wel maken.
wat? Een action. Toch een gesneden, waarvan die toch. Nee, maar zo is het wel. We kunnen een sneetje neerzetten, man. De legend. Toe en het is klaar. De sneet is de legend, man. Het is van goud. Ik weet het niet, man, maar ik ben er wel gewoon even. Op zijn minst verwacht ik dat het pannetje gaat borrelen. Dat je er op zijn minst iets mee kan maken, ja. Jeetje, hier nou wel geld. Pilletje. Dan zitten we weer in de auto. Yes. Even lekker geshopt. Ja. Yep. Blij ermee? Ja, heel blij. Ja, hè? Leuke verjaardagscadeautjes. Ja, de moedje is blij. En het brilletje. En het bril, ja. Op sterkte alleen, dus die komt over anderhalve week zo. Ja. Jij ook voor je van het brilletje? Ja, moet wel geloven. En jij hebt plus volgens mij, hè? Ja. En ik heb min. Of heb ik ook plus? Nee, je hebt ook plus. Ja, maar ik heb een min cilinder. Ik heb trouwens 6 cilinders in deze auto. Nou. Oh. Ja, dat kan echt niet, hè? Nee, man. Ja, maar in ieder geval. Ja. Ben je ook een rat, hoor jij? Ja. Wat gaan we doen? Hotelletje pakken? Nou, mooi. Volgens mij gingen we even naar huis en we moesten nog even wat gaan eten. Klopt, ik moet even voiceovers inspreken voor een video. En dan gaan we daarna even lekker uit eten. Oké. Okay. Dus dat is wel een mooie afsluiting toch, van zo'n dagje? Ja, zeker. Lekker man. Nou, gezellige dagje. Nou, daar zitten we. Bijna thuis, hè? Maar weten we al waar we gaan eten? Nee. Nee, hè? Weet jij het? Ik ben aan het denken. Het kan van alles zijn. Wij betrekken, dat is de vraag. Dat weet ik echt niet eens. Ik ook niet. Oh, we zijn geen echt een goede vlogger, man. Nee, die camera is ook zo zwaar, man. Ik zal doen je dat vasthoudt, man. Ja, maar je hebt een. Je bent gegaan met de kast, hè? Ik vind het maar te zwaar. Daar gaan we. Durven we alles pakken, hè? Ja. Ja. Ik wil van achter. Ja. Oh, mijn hart klopt, mijn hart klopt. Zijn jullie allemaal ready? Ja. Surprise! Steffi! Ik ben er ook nog heel uit, hè? Hey, maar bro, wel even. Ja, man. Die hebben het wel geregeld, man. Ja, ik zeg eerlijk, samen met Sjaan, hè? Ja, en iedereen. En de rest erbij ook, Kevin ook. Zo, ja, man. Maar nu moet er Big Surprise nog komen. Ja, dus nu. Ik ga ook heel dit zachtjes praten, gewoon zeg. Ja, ik snap het gelijk. Ja. Ik heb dan hoeveel spanning, man. Ja, man. Maar nu moeten we een smoes hebben dat we met een paar man kunnen vertrekken. En ik heb zo'n gevoel, als ik nu zeg, ik ga boodschappen halen, is raar. We hebben alles al gehaald. Dus als we nou zeggen dat die JBL box dat die kabel ontbreekt, die ontbreekt volgens mij ook nog echt. Ja, ik heb groot. Ik kwam aanzetten, maar. Dus, maar als jij dan zegt, dus ik sta straks gewoon in de serre. Ja. Ik kom gewoon een beetje zo, dat niet opvalt. En dan zeg je van, hey bro, we moeten even snel kabel halen voor die JBL box. Want we hebben geen kabel. Ja. Dan ga ik even move. Cedric mee, zoals dat. Ja, toch? Lekker biggen, zoals ze altijd doen. Yo. Ja? Ik denk dat we. Ik heb wel een probleem, hè? Is hij leeg? Ja. Ja. Dan moeten wij kabel halen. Oh man, missie is bijna geslaagd, man. Bijna, jongens. Nee, ik ben zenuwachtig, mijn hart klopt gewoon tering snel, man. Ja? Ja, man, maar wow. Je ziet je niet, bro. Ik ben helemaal zenuwachtig, man. Bro, zeg eerlijk, dit is het moment, man. Dit is het moment, dit is het. Precies, man. Okay. Waarom gaat mijn ding niet aan? Hey, ik voel paniek. Ja, man, zo hoor ik bereid. Anders auto eraf hier. Ik ben echt zenuwachtig, man. Maar hoe moet ik dat straks doen als zij, zeg maar, moet ik een blinddoeken? Ja, denk het wel. Ja, kijk, bro, ik zeg je eerlijk, als je haar blinddoek, weet ze het al. Ja, dan weet ze het al. Dus ja, maar ja, als je haar naar buiten stuurt, dan weet ze het ook gelijk. Nee, maar bro, blinddoek hoeft niet te betekenen, ik heb er een Range Rover vluchtkoek. Het kan ook gewoon een cadeautje zijn. Ja. Een fatbike of zo. Zeg gewoon even schaduw. dat is wel legendair, als je niet met een fatbike komt. Tadaa, kijk, daar staat hij hoor. Oh, wat een fuckbeest. Oh, nee, daar staat hij man, ready to go man. Oh, daar gaan we man. Wat? Ga ik helemaal alleen? Komt één iemand met me mee? Dus iedereen mag even alleen laten, joh. Oeh. Oh, eerlijk, is wel een pak, hè? Koude aesthetic. Wat? Koude aesthetic, zeg ik. Gek, man. Lange berg, bro. Wat, kijk, ook die interieur is gek, hè? Hij is clean, gozo. Ja, van deze ballon van mijn hoofd af, of wat? Bro, rij in de straat, man.
Mijn hart klopt niet normaal, maar het klopt in mijn kont. Oh, joh, joh, joh. Ik denk dat ik mijn beetje zo ga zetten. Ik ga naar achter een beetje, dat die zo staat hier. Ik spannend het voor jou. Spannend, hè? Oh man, kijk hem staan. Is wel echt dik, man. Oké, nu moet ik normale mode naar binnen. Ja, gewoon naar binnen. Ja, anders is het een beetje gek. Jongens, ik trek het niet meer, man. Ik trek het echt niet meer. Maar het moment is wel bijna daar. Maar, oh man, ik kan niet uitleggen of er zenuwen worden door me heen gaan, man. Hé, hey, Mop, ik dacht gewoon van, waarom doen we niet een Wie kent mij beter, broer of zus? Ja. Gewoon spelletje even tussendoor in de video. Oké. Okay. Ja? Vind je het leuk? Ja. Ja? Oké, okay, nee, ik wil het niet weghalen bij even zitten. Oh, nee hoor. Nee? Nou, ze wachten maar lekker. Wel goed, hè? Wat je ja, door. Heel leuk. Ja? Ja. Nou, het was even een werk, maar... Vandaag leuk. Oké. Doe Stef eerst dan. Ja, doe Stef eerst. Dat is gewoon Stef plas gelijk. En dan, maar moeten we, dan gaan we zo eens naar buiten. En dan is het zeg maar ons te beurten. Bijvoorbeeld moet je mij een hand geven. Ja. En Fabi gaat je een hand geven. Dan moet je zeggen welke hand het is. Welke hand het is, dat soort dingen. Oké. Okay. Nee, wacht. Ik moet het lullen doen. Ah, verkeerd. Maar hij zit verkeerd. Dat is beter. Het is een rare challenge, maar gaat helemaal viraal. Ik snap hem ook niet helemaal. Oké. Wacht even, we gaan die challenge doen, goed? Ja. Oké, okay, hier staan. Kijk. Een van ons gaat eerst een hand geven. Ja. Wie stand was dat? Quent. Ja? Ja. Oké, nog een keer. Vee. Dat is mijn hand. Oh. Oké, okay. Ja, dat was de challenge. Doe je het blind, doe maar af. Oh! Echt waar? Wauw. Ja. Heel mooi. Ben je blij mee? Ja, super. Mag ik erin zitten? Ja hoor. Oh. Applausje. Mooie auto. Mooie kleuren, hè? Ja. Oh, dan wordt elke week naar de wasstraat, jongen. Deze gaat niet zo hard als jou, toch? Nee, nee. Oh. Dat vind ik een beetje eng, hoor. Hoe gaat die aan? Zo? Mop, wat zie je me uit te lachen? Wat wil je maar doen? Op A. Of dat is de airco. Ja. Oh. Kijk nou even iets verder, Mop. Wat? Mop, wat zit je me nou uit te lachen? Hoe werkt dat? Oh. Oh, zo. En dan, dit werkt denk ik gewoon hetzelfde. Ja. Gaan we een rondje rijden? Ja, is goed. Alleen Jim zit achter mij. Is je eigen bakje, Mop? Ja, ik moet er wel aan wennen hoor. Had je het verwacht? Nee. Oh, en ook nog mijn favoriete kleur. Ja, hè? Wit. I love it. Die zag je niet aankomen? Nee. Heb je helemaal niks aan zien komen? Nee, Mop, helemaal niet. Nee. En ik ging nog manager bellen om te kijken of we een auto konden huren. Dat was gisteren. Ja. Ja. Maar wist zij het ook zeker? Ja. Ah, wat sneaky. Samen gespannen. Mooi, hè? Heel mooi. Nou, maar heel blij mee. Ja. Echt heel blij mee. Mijn eigen autootje. Ik kan nog steeds niet beseffen. Ik ben echt verliefd. Ja? Ja. Mooi, hè? Dat is heel mooi. Ik ben de hele tijd aan het bewonderen. Ja, ik vind het echt een hele mooie auto. Ja. De laatste keer dat ik je ze heb zien bewonderen is toen je mij ontmoette. Mop. Je verpest het moment. Waarom verpest ik het moment? Samen. Dat was gewoon een hele goede opmerking. Wat doe je vanavond? Ja. Een beetje gek. Nee, maar het is verdiend, Mop.